een groene draak te pakken. Waarom sta je zo raar? Om niet op de schoolmuur te storten? Zagen jullie niet dat de oma's op de kop aan het maaijongen zijn? Wacht eens, klopt dat? Bij de boba is nog steeds alles rustig. Afgrijzelijk rustig. Die eetgelegenheid wordt vast beschermd tegen het effect van de scherf. Beschrijf eens wat je gezien hebt, Jade. Er was gedonder, iedereen ging zweven en toen bam! Die scherf ging aan de haal met de zwaartekracht. Kijk zelf maar. Daar gaan we weer. Dat geluid komt me bekend voor. Het is absoluut geen donder. Wacht, het is gedobbel. Wat, van dobbelstenen? De scherf is bij de oma's. Maar waarom is er niks met de bistro? Dat is het oog van de storm. Ik bel Grootje even. Hallo, spreek maar wat in na de piep. Oh, voicemail. Maar logisch, want ze neemt nooit op tijdens een potje mahjong. We moeten naar de boba voordat die scherf alles op zijn kop zet. Of nog erger. Bayou! Tijgerlijf! Ik ben er bijna. Dit rondrijden van jou heeft helemaal geen zin als we niet weten waar dat scherfeffect vandaan komt. Ja. Oh, alweer? Nee. Nu nog een lampje erin en u bent een prachtige lavalamp. Stilte! Ik eis dat we die scherf sneller zoeken. Bedoelt u door het verschil in zwaartekrachtgolven te meten op verschillende punten van uw vloeibare vorm, waardoor u eigenlijk een levende wiggelroede wordt? Ja, wat dacht jij dan? Wauw, dat is pas een goed idee. Wat bent u toch slim? Eerst maar de jongen redden, maar dan naar de boba. Bayou! Tijgerlijn! Hey! Help ons! Alsjeblieft, help! Die twee nog, dan bistro. Zoek twee! Vuurvlieg! Junior, ik bedoel, hey Knul! Hey, heb je Kai gezien? Ik bedoel, iemand anders in nood? Nee. Hopelijk is hij dan al op school. Oké, hou je taai. Je laat je afleiden. Jouw taak is om die scherf te vinden, niet willekeurige burgers redden. Als iemand in nood is, laat ik hem echt niet hangen, Shenwu.